mooie sfeeractie van de fanatieke zijde van de aanhang van Go Ahead Eagles. Die hun club en stad nog maar eens hard onder de riem steekt voor deze wedstrijd. Een duel tussen de nummers 13 en 9 van de Eredivisie. 6 punten is het onderlinge verschil na 26 wedstrijden. Maar voor Go Ahead zal het toch vooral nog kijken zijn naar het bereiken van een veilige grens. Van bijvoorbeeld het aantal punten dat Cambuur nu heeft. 33. Dan zullen ze er nog wel een puntje bij willen voor het gevoel. Go Ahead staat 5 punten voor de na-competitiestreep. 7 punten voor de directe degradatiestreep. En met nog 8 wedstrijden te gaan zal dat nog niet als een veilige haven voelen. Bij Go Ahead achterin. Cuco Martina terug in de basis, zijn 8e wedstrijd sinds zijn komst in november. Del, de rechtsback, nu op het middenveld, zoals wel vaker dit seizoen. En vooraan zien we met nummer 11, Radman Groen. Hij speelt tegen zijn oude club. Hij speelde tussen 2019 en 2021 in het shirt van Cambuur. Scheidsrechter Serdar Gezubiuk. Hij fluit voor de 20e keer dit seizoen een wedstrijd in de Eredivisie, maar we hebben hem ook in actie gezien al. Gecombineerd 5 keer in Europa, in de Europa League en de Champions League. Samen met de aanvoerders McIntosh en Kuipers. En natuurlijk met zijn assistenten, wie we niet zien, dat is de VAR, dat is Alex Bos. Michael Breij in de spits bij Cambuur. Bij afwezigheid van Uldrikis en Boeren is er geen echte spits meer over. En dus moet de buitenspeler het gaan doen, maar misschien dat Kalon en Joosten aan de zijkanten wel wat meer naar binnen kunnen trekken als Breij gaat zwerven, zoals Bosgaard dat noemde. Joosten maakte natuurlijk als invaller zijn eerste goal tegen Ajax vorige week. Een doelpunt dat een punt leek op te gaan leveren, maar in extremis schoot Ajax er in de persoon van Ryan Gravenberg nog één in. In de korte hoek geprobeerd. Hoek was heel erg kort. En dus is een bal in het zijnet toch maar een vrij logisch gevolg. Maar het is wel de eerste poging binnen 2 minuten. Als de paas van Tol zwak is. En de bal gegeven kan worden door Rommets. Liedberg. Cordoba. Stel. Via Tol. Geen hoekschop zo lijkt. Of net wel. Dat lijkt er wel op inderdaad. Daar is Nauber. Hij kan die ballen echt als een kanon op het doel afvuren met zijn hoofd. Kuipers. McIntosh. Liedberg. Bal van richting veranderd. Dat is goed voor een corner. En dat is een goede corner en die gaat er ook in. Hoedemakers lijkt daar zelf het laatste zetje te geven. Een eigen doelpunt van Cambuur. Zet Go Ahead op voorsprong. Een prima hoekschop was dat. Van Rommens. Geweldig aangesneden. Zag er al gevaarlijk uit op het moment dat de bal zijn voet verliet. En vervolgens wordt die bal verlengd door Kramer. Cordoba juicht met het publiek, maar staat daar achter Hoedemakers. Die hem met de borst in zijn eigen doel brengt. Kalon is de bal kwijt, heeft hem op tijd weer te pakken. Bangura. Countermogelijkheid voor Go Ahead met Liedberg. Die daar ziet dat Brouwers meeloopt en ook de diepte ingaat. Hetzelfde geldt voor Radman Groen. Hoe snel kan Go Ahead dit uitspelen? Best snel, maar niet secuur. Liedberg. Bangura gelooft er niets van. Dat hij hier geen vrije trap voor krijgt, maar hij moet in de achtervolging. In dit geval om de bal binnen te houden. Rommens.
Paulussen. Molin. Patrick Joosten, bal onderweg even aangeraakt, maar voor Noppert nog steeds geen probleem. Duw van Hoedemakers. En veel duidelijker dan deze kun je ze toch niet zien. Bas Kuipers. Loert. Maar Loert goed, is een goede bal en die gaat er uiteindelijk ook in. Het kon niet uitblijven, maar de vlag is omhoog. De vlag is omhoog, alleen de scheidsrechter wijst wel naar de middenstip. Dus telt hij wel. Of telt hij dat toch niet? Ja, toch wel. De vlag ging omhoog en dus leek het eerst buitenspel te zijn. Een spookgoal, maar uiteindelijk toch gewoon een tellende goal. En nu heeft Bos het ook pas door. Gekke situatie, maar feit blijft, via Brouwers staat het 2-0. De bal wordt voorgegeven en vervolgens binnengekopt. Nou, daar lijkt toch helemaal niets mis mee met deze goal. Kon ook niet meer voor de lijn gered worden. En dus gewoon een goal. Go Ahead op 2-0. Uiterst effectief uit de standaard situaties, zoals het Go Ahead betaamt dit Eredivisie seizoen. En Brouwers komt dan gelijk in doelpunten met Córdoba. Voor hem is het nummer 8. Twee clubtopscorers heeft Go Ahead nu. Foutje van Hoedemakers. Schot van afstand. Maar Bos heeft hem. Liedberg met twee goals dit seizoen. Santa had Moyen ook nogal op willen krikken. Krijgt hij de kans geboden door Hoedemakers. Martina. Robbins. Liedberg, die toch veel uitkomt uiteindelijk. Op een plek aan de zijlijn en dan een actie maakt naar binnen. Radman Groen, goed gespeeld hoor, door Go Ahead. En hier komt de kans aan voor 3-0. Maar Brouwers scoort niet. Had daar in zijn eentje de clubtopscorer van Go Ahead kunnen worden. En dat weet hij ook. Het is geen echte spits, maar dit soort kansen voor iemand die er al 8 gemaakt heeft in dit seizoen. Perfecte timing van de paas van Radman Groen. Dat lijkt toch ook iemand die deze kans af zou moeten kunnen maken. Maar Bos zit daartussen. Goed. Komt er voorbij bij Sambissa en Schmid. Bangura maar half. En dit is niet voor de helft, ook niet voor een kwart wat Córdoba probeert. Hoedemakers. Dat is een goede bal en dan is de keeper uit positie. Maar Breij kan die bal niet tussen de palen krijgen. Dat wordt heel erg goed opgetreden, verdedigend opzicht door de Eagles. Je kunt het geen kans noemen, want er is geen afronding. Maar het is wel de beste aanval van Cambuur in deze wedstrijd. Oh, kans gaat komen voor Del. En Del maakt het af. Daar is de 3-0. Mats Del met zijn tweede van dit seizoen. Moulenga juicht mee. Hij is niet de enige. Reservedoelman Schuurman doet dat ook. En gelijk hebben ze. Want deze comfortabele voorsprong mag Go Ahead natuurlijk never nooit meer uit de handen geven. 3-0. Wat een wilde aan de Vetkampstraat. Hoedemakers. Dan levert de bal bijna in bij Liedberg. Oh, die heeft de bal alsnog. En dan wordt hij uit zijn shirt getrokken en komt daar de volgende kaart aan. Bangura is de vijfde speler
van Cambuur met geel op zak. Kuipers. Kramer lijkt dat te zijn en niet Cordoba. In ieder geval was er nog een ferme kopstoot die eraan te pas kon komen. Lidberg. Cordoba. Radman Groen. Uiteindelijk gaat die bal over de achterlijn. Cardona. Lucassen. Brij onbedoeld. En daardoor nog een kans voor Del, maar Bos is daar goed op tijd bij. Rommens. Heil. Brouwer slagen voorzet. En daar is nog bijna Moulenga. Had het heel graag willen vieren. Deelt dan toch maar een knuffel uit. Was op volle snelheid. De 38-jarige spits. Dan zou hij nog graag een goaltje maken. En dit was een beauty geweest. Geen 4-0. Maar het zal de pret niet drukken hier in Deventer. Ze komen op 30 punten na 27 wedstrijden. Dat zal nog niet helemaal als de veilige haven voelen. Maar aan de andere kant, ze melden zich ook in de buurt van Cambuur. Verschil teruggebracht tot 3 punten. En misschien zit er dan nog wel meer moois in voor Go Ahead dit seizoen.